Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe gadget-video. Ik ben hier samen met Mika en we hebben net in de winkel deze mini-drone opgehaald van de HEMA. Hij was in de aanbieding. Ik dacht, nou, dat kunnen we niet laten liggen natuurlijk. En we hadden hem besteld via internet en er kwam een gigantische doos, werd van achter het magazijn gehaald. En ze maakte de doos open en er zat nog een zak in zelfs. En ze maakte de zak open en toen kwam dit hele kleine doosje met dit hele kleine droontje kwam eruit. En hij weegt helemaal niks. En we gaan hem zo openmaken en we gaan eens even kijken wat het is en hoe die werkt. Hij heeft in ieder geval een HD-camera. Hij is officieel vanaf 14 jaar. Dus dat wordt niet vliegen. Of wel? Moet er wel even uitproberen natuurlijk, hè? Er zit een afstandsbediening bij, maar wat er niet bij zit, wat erop staat althans, is een SD-kaart en twee AAA-batterijen. Dus die heb ik vast gepakt. Maar laten we eerst eens maar gaan openmaken en kijken wat er allemaal in de doos zit, toch? Nou, dit is de drone. Hij is niet heel groot. En dit is de afstandsbediening. Eens kijken. Dit is toch wel erg klein, hè? Maar ik kan hem vasthouden. Eens even kijken. Er zit een boekje bij natuurlijk. Hoe dit allemaal werkt. En er zit een kabeltje bij. Oh, met reservepropellers. Drie reservepropellers. Daar is niet over nagedacht, want hij heeft er vier nodig. Maar goed, het zal wel kloppen. Het is leeg, ja. Nou, drie reservepropellers. We moeten de drone nog opladen via USB. Dat is echt een belachelijk klein USB-ding. Dus die gaat in de drone ergens hier. We gaan zo eerst de drone maar eens opladen. Blijkt in het boekje en op de verpakking staat dat er een SD-kaart in moet. Ik vermoed dat dat een micro SD-kaart is, want hij moet hier in de drone en dit gaat niet passen. We hebben geen micro SD-kaart. Dus dat betekent dat we even geen foto's kunnen maken, maar laten we in ieder geval kijken straks of we ermee kunnen vliegen. Jammer maar helaas. Let op, dus micro SD-kaart nodig. Dat moeten we nog even een keer gaan testen. Oké, de drone heeft even opgeladen. We hebben ondertussen is het gelukt om in deze afstandsbediening de batterijen te stoppen. Mag ik hem heel even? Er zit echt een belachelijk klein schroefje hier in het klepje. Ik had geen schroevendraaier waarmee die open kon, maar met een aardappelschilmesje hebben we het toch open gekregen. Dus de batterijen zitten erin. De SD-kaart zit er dus niet in. We gaan hem aanzetten. Ik weet niet of het verstandig is om dat hier op tafel te proberen, maar we gaan het gewoon maar eens doen, toch? Kijk eens. Wacht even hoor. Ik ga hem neerzetten. En nu de afstandsbediening aanzetten. Even wachten. En deze moet helemaal omhoog. En weer omlaag. En nu die omhoog. Wow! Oké, poging 2. Hij is iets gevoelig blijkbaar, dit pookje, dus we doen hem even iets rustiger omhoog. Hij is nog steeds verbonden. Zo. Oké, zo. Ja, doe nog maar een keer. Ja, gaat goed, probeer maar. En hiermee kan je sturen. Met deze kan je draaien en met deze kan je sturen. Dus probeer. Wow, nice. Volgens mij moeten we de volgende poging buiten wagen. Gaan we naar buiten? Droom mee! Goed, Mika, we zijn even buiten. Je hebt hem net weer aangezet en verbonden. Hier staat de drone. We gaan het zo proberen. Excuses voor alle wind en dat soort dingen. Maar ik ga even een stapje achteruit en gaan maar eens kijken. En je mag niet. Boven, hij heeft verbinding voor ongeveer 25 meter volgens het boekje. Gaan we kijken. Het waait wel een beetje. Draai maar om.
mij niet stuiteren, jongen. Dan ga ik het maar even proberen. Kijken hoe het lukt. Er staat wel harde wind, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hij stuitert lekker, hè? Laatste poging. Kijk. Ja, daar gaan we. Ik denk dat we nog even verder moeten oefenen.